Meerderheid, minderheid, extra parlementair, zakenkabinet. Niets is zo onvoorspelbaar als deze formatie. Wat zal er uitkomen? Krijgen we echt Geert Wilders als minister-president of toch Ronald Plasterk? Marianne Zwageman en Maurice de Hond nemen je mee, dwars door de formatie. Maurice, daar zijn we weer, de eerste keer in het nieuwe jaar. En er is meteen een bom onder de formatie gelegd door de VVD. Had jij die aanzien komen of niet? Nou, ik had wel verwacht dat er meerdere van de VVD toch voor zouden stemmen. Niet allemaal. Dus ik ging er wel vanuit dat het Eerste Kamer het zou gaan aannemen. Oh, dat had je wel ingecalculeerd. Maar zo massaal niet. Dus dat de hele fractie het zou doen. Maar ja. Ik had wel gedacht dat er een stuk of 4, 5 het zouden doen. Omdat ze ook, laat ik zeggen, er zitten ook bestuurders en burgemeesters tussen. Ja, precies. Die hebben nu al dubbel functies. Maar is het een bom onder de formatie, denk je, of niet? Nou, dat vraag ik me af. Het zal de positie van Wilders wat versterken. Maar ik heb niet het gevoel dat dit betekent het einde van de formatie. Hoe kan het de positie van Wilders versterken dan? Ik dacht juist verzwakken. Nou, versterken in de zin dat bij de onderhandelingen de positie van de VVD is verzwakt. Ja, maar dan ga jij ervan uit dat BBB wel tegen gaat stemmen. En daar ben ik ook niet zeker van, hoor. Ja, maar ik weet het niet. Dat zien we dan volgende week. Ja. Kijk, er komt natuurlijk steeds meer druk op die formatie om met een kabinet te komen. Zeker omdat ergens over 2, 3 maanden Rutte weg moet naar de NAVO. Ja. En dat kan hij niet als er geen nieuw kabinet is. Nou, dat kan hij wel. Dan draagt hij dan je Zilkes over. Die wordt dan... Ja, maar ik denk dat is weer een stap te ver. Ik bedoel, alles kan. Dat hebben we wel gezien. Maar ik denk niet dat Rutte dat gaat doen. Dan zal hij hooguit zeggen, jongens, wacht even 2 maanden totdat ik kom. Ik word wel de opvolger, maar eerst in Nederland moeten we puntje, puntje. En dan wordt de druk nog groter. En zeker op de VVD. Om te zorgen dat er een kabinet komt. Ik denk dat van alle partijen die aan de formatie meedoen, voor Wilders de meest problematische NSC is, niet de VVD. Maar als je kijkt naar dat debat over de spreidingswet, ik heb het grotendeels gevolgd, zat BBB er vanaf het begin ook heel constructief in. BBB is de grootste fractie in de Eerste Kamer. Die zaten er toch een beetje in van, joh, kunnen we niet een oplossing verzinnen waar jullie nog niet aan gedacht hebben, zodat we die spreidingswet eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Hè? Dus die statushouders eventjes een soort tussenoplossingtje voor verzinnen. Nou, daarvan deed Van den Burg dan net alsof hij dat zelf nog niet eerder ooit een keer verzonnen had. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Hè? Dus dat was toch een beetje, zei hij zelf ook, hè? Ik sta hier verschrikkelijk te slijmen en met iedereen vriendjes te maken. Dus ik had juist het gevoel dat de PVV de last man standing is in het daadwerkelijk willen tegenhouden van deze spreidingswet. En dat de rest van de club zegt, jongens, we hebben de verkiezingen gewonnen. Dat was ook eigenlijk de hele uitleg van de VVD. Hè? We hebben de verkiezingen al gewonnen met partijen die wat aan de migratie willen doen. Er ligt nu ook een rapport van die staatscommissie dat er inderdaad een bovenkant op die migratie moet, wat het precieze aantal dan ook is. Dus we zijn eigenlijk al een stap verder. Laten we nou niet meer ingewikkeld doen over die spreidingswet. Die hebben we dan nu tijdelijk even nodig. Maar we zijn met z'n allen gewoon al lekker bezig om dit probleem op te lossen. En alleen de PVV zat nog een beetje op de trein van vorig jaar. Hebben ze zichzelf niet geïsoleerd? Dat was een beetje mijn inschatting van wat er dan gebeurde. Het. Ja, maar ik denk niet dat het bom onder de formatie zal zijn. Niet dat, ik denk dat een hobbeltje is waar ze wel langskomen. Jeetje, jij bent veel positiever dan ik, Maurice. Maar nou gaat het er natuurlijk om. En daarom doen we vandaag even een korte update. Dat we gaan zondagochtend om 11 uur gaan we even uitgebreid weer verder praten. De vraag is natuurlijk, hoe kijkt de kiezer hiernaar? Ja, en dan, ik bedoel, dat zullen we het weekend zien met zetels. Maar ik had vlak voor de kerst had ik ook al wat vragen gesteld over migratie. En dat is toch wel interessant. Kijk, de immigratie moet fors omlaag. Al die rechtse partijen, middenpartijen, ook NSC, die zijn allemaal het mee eens. Ook dat de studiemigratie beperkt moet worden, sterk. Arbeidsmigratie duidelijk beperkt moet worden. Dat zie je eigenlijk ook bij al die partijen. Maar rondom die spreidingswet
is men gematigder. Hè? Dus men is allemaal wel sterk voor het sterk, althans de deelnemende partijen aan de kabinetsformatie, sterk voor verlagen van de diverse categorieën migranten. Maar die spreidingswet, dat ga ik natuurlijk dit weekend ook nog vragen, weer expliciet vragen. Ja. Als je dan kijkt van wat daarvan zeggen. Dus de stelling was, de opvang van asielzoekers moet verplicht over alle gemeenten verdeeld worden. Dan is het duidelijk dat daar de PVV-kiezers fors tegen zijn. Maar als ik naar NSC kijk en naar de kiezers van de VVD, daar zie ik eigenlijk meer mensen die het er maar eens zijn dat het verspreid moet worden dan niet. Ja. En maar, bij BBB is het wat verdeelder. Maar de PVV is wel de grootste partij sinds de verkiezingen. Dus als vooral de PVV-stemmers die spreidingswet niet willen, dan hebben we toch gewoon een serieus probleem in die formatie. Want dat kan Wilders toch, die kan hier toch niet mee instemmen. Nee, maar ik bedoelde alleen dat mensen, ik hoor mensen zeggen, ja, nu gaat de VVD helemaal fors naar beneden. En dat is niet wat ik verwacht op basis van wat er gebeurd is in de, of wat er gebeurt in de Eerste Kamer. Omdat die VVD-stemmers bij jou voor de kerst eigenlijk al aangaven, joh, die spreidingswet, dat vinden wij niet zo'n probleem. Een meerderheid zei dat ze dat niet echt een probleem vonden. En nu kan het nu wat anders zijn, maar dat denk ik niet. Ik denk dat als uiteindelijk het kabinet stevige dingen over migratie zegt, en in zoverre denk ik dat de positie van Wilders wat voordeliger maakt, omdat die spreidingswet is aangenomen, taxeer ik dat die hardere eisen gaat stellen van wat er in het regeerakkoord over de migratie komt te staan. En daar zullen de anderen wat meer in moeten instemmen, omdat dat de enige manier is voor Wilders om, als het kabinet geformeerd is, te zeggen, maar kijk, we hebben nu dit gezegd en dat gaan we onmiddellijk implementeren. Ja, ja, ja. Dus jij denkt ook dat die reactie gisteravond van Wilders meteen op Twitter, nadat de VVD die draai maakte in de Eerste Kamer, hè, mijn hemel, twitterde hij. En vanochtend zei hij tegen journalisten, we hebben een probleem in de formatie. Jij denkt dat dat gewoon strategisch is, zodat hij er meer uit kan slepen met het dichtdraaien van de kraan? Ja, ik denk het wel. Want ik denk niet dat hij onmiddellijk denkt, en nu stoppen we met de onderhandelingen. Dat zou uitermate onverstandiger zijn. Ja. Dat hij nu met die onderhandelingen stopt. Dus ik taxeer niet. Ik denk dat het per saldo zijn positie bij die onderhandelingen wat versterkt. En dat het wel zo is, hoe als er relatief snel een kabinet komt, ja, die spreidingswet, de vraag is, hoe dan heb je ook wellicht een nieuwe staatssecretaris. En dan is weer de vraag van hoe sterk gaat hij die implementeren? Dus ja. Ik heb niet het gevoel dat dit het eindpunt van deze formatie wordt. Nee, oké. Nou ja, dat is op zich goed nieuws. Dan ben jij positiever dan dat ik gisteravond was. Ik dacht toch, dit is een manier van de VVD, maar ook van NSC, om Wilders ze gewoon uit te duwen dat hij iets van zijn extreme kant nu weer gaat laten zien. Zodat ze kunnen zeggen, ja, met deze man kunnen wij niet praten. Ik vond overigens die Van Hattem, heet hij geloof ik, hè, dat PVV Eerste Kamerlid wat het debat deed. Ik vond dat hij dat eigenlijk heel goed en gedegen deed. Die zat bijna net zo goed in het dossier als Van den Burg. Die natuurlijk echt tot achter de komma werkelijk alles zo uit zijn mouw schudt. Maar die Van Hattem zat er ook niet extreem in. Dus die ging echt wel goed op de inhoud dat debat in. Dus je ziet toch dat het Wilders wel lukt om zijn kikkertjes ook in de kruiwagen te houden. En ook zichzelf nog een beetje in toom te houden. Hè? Want hij zei alleen maar mijn hemel. Hij had, als hij niet in onderhandelingen had gezeten, had hij natuurlijk veel harder tekeer gegaan. Ja, natuurlijk. En zeker zijn eigen aanhang is heel erg tegen de spreidingswet. Dus dat is geen punt. Bij de BBB is het behoorlijk verdeeld, maar meer mensen die er ook tegen zijn. Maar ja. VVD en NSC, die zijn daar wat, die kiezers zijn daar wat gematigder in. Maar ik denk ja? Nou zeg jij, de kiezers van de VVD vinden die spreidingswet niet zo'n probleem. Dus ik denk niet dat ik bij de peiling van zondag een effect ga zien bij de VVD. Maar de Telegraaf is echt op oorlogspad, hè, tegen Jezilkes, tegen de VVD, de zwabberkoers.
je ziet dat de Telegraaf nu echt hetzelfde doet als toen dat kabinet met de Partij van de Arbeid. Hè, dat Mark Rutte had ingestemd met die inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Nou, toen ging de Telegraaf ook vol op het orgel met Marx, Rutte en dit en dat. Je ziet dat nu hetzelfde gebeurt. Hè, dat ze echt ook weer allerlei prominenten opvoeren. Die zeggen, ja, die zwabberkoers, recept voor ellende. Wat is er in Edith Schippers gevaren? Ze zetten je zieljes in de kou. Er komen nieuwe verkiezingen aan en dan gaat de PVV het helemaal winnen. Dat zijn allemaal teksten uit de mond van prominente VVD'ers. Dat kan natuurlijk wel heel schadelijk zijn voor de VVD. Ja, maar bedenk wel dat bij mijn laatste peiling stond de VVD al op 13 zetels. Ja. Dat was al heel laag. En je hebt toch ook altijd bij peilingen dat je aan de ene kant misschien afscheid neemt van een partij, maar vervolgens moet je een andere partij noemen die je dan wel kiest. Of je kan zeggen, nu weet ik het niet meer. En dat verwacht ik wat meer bij de VVD-kiezers. Maar het zou, ja, ik weet het ook niet, maar het zou me ontzettend opvallen als VVD ja, onder de 10 zou gaan zakken. Maar ja, dat verwacht 13, jij niet? Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Want op... omdat dat is altijd zo. Kijk, je bijvoorbeeld je mensen bedenkt dat degene die al vorige maand nog bij de VVD zaten, die 13 zetels, wat ongeveer 8% is, dat zijn eigenlijk al diehard VVD'ers. Ja, dat zijn al de overblijvers. Ja, en een deel daarvan, de motivatie om VVD te stemmen, ja, dat zit op wat andere punten dan alleen op dit soort onderwerpen. Dus het CDA is uiteindelijk ook op 5 terechtgekomen. En de Partij van de Arbeid ook op 9 toen puntje bij paaltje kwam. En dat kan de VVD ook gebeuren. Maar ja. Ja, ik denk niet dat ze onder de 10 zakken. En ik zou ook niet precies weten welke andere partijen dan voor ze zouden gaan stijgen. De PVV zie jij niet nog verder stijgen dan ze al stonden in jouw laatste peiling? Nee, dat zou best over de 50 kunnen gaan. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk al enorm is. Ja, wat al enorm is. Wat ga jij vragen aan de mensen in jouw nieuwe peiling, behalve op welke partij zou je nu stemmen? Nou, het onderwerp natuurlijk rondom immigratie, al de facetten van de immigratie. Toch nog wel wat punten rondom... wat voor soort kabinet wil je? Want ik bedoel, NSC zit erg te sturen op een kabinet met vakministers. En mijn eigen gevoel is, dat is niet iets waar de Nederlandse kiezer op dit moment erg voor is. Maar als over 2 maanden er nog geen kabinet is, kan het toch zijn dat steeds meer wordt, oké, laten we dat dan maar doen. Dus over dat ga ik nog vragen. Ik ga het vertrouwen in de verschillende politieke leiders. En ik laat weer langskomen, wie wil je als premier? Ja, het feit dat er nu ook weer allerlei nieuwe oorlogen dreigen te ontstaan, of waar wij ingetrokken worden als Nederland, al dan niet omdat dat onderdeel is van de sollicitatieprocedure van Mark Rutte. Is dat nog een factor of niet? Of zijn mensen wel onder bezig? Dat ga ik ook nog meenemen, ja. Dat neem je ook nog mee. Wat neem je dan mee bijvoorbeeld? Of mensen wel of niet willen dat we ons in die oorlogen gaan mengen? Of... Nou ja, met name wat we inmiddels gedaan hebben natuurlijk. Of mensen erachter staan dat we dat hebben gedaan of niet. Ja. Heb jij het gevoel dat het bij Rutte onderdeel is van zijn sollicitatiestrategie? Dat hij helemaal los van het landsbelang dingen aan het doen is daar? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik heb gezien het thema wat hij vandaag in Davos heeft gedaan. Ja, want daar heb jij nogal een vernietigend stuk vandaag over gepubliceerd. Nou... Ja, ik zag dat congres en in het thema, wat was het, Rebuilding the Trust. Ja. En op een of andere manier kreeg ik ontzettend gevoel van keizer Nero in Rome. Terwijl Rome brandt, dat is het verhaal dan, was hij op zijn paleis bezig muziek te maken. Ja. En wat het beeld dus is, ja, ik heb gezien, ze hebben een onderzoek gedaan onder de WEF mensen in de wereld, zoiets van 1500, hun netwerk. En dan zijn ze gaan vragen, wat vind je de grootste risico's van de wereld in de komende 2 jaar? Bovenaan stond desinformatie en misinformatie. Ja. Als één. Als
Ja, maar goed, dat verklaart dus ook alles. Ook dat hele verhaal nu weer waar door mediabedrijven, door omroepen, Twitter weer helemaal zwart wordt gemaakt. Weet je, ze willen gewoon alles eraan doen om die democratisering van de stem, dat je je eigen podium kunt pakken zoals wij hem nu ook weer pakken op YouTube. Dat moet tegengegaan worden. Dat is de grootste kracht op dit moment wereldwijd. Ja, mijn gevoel was daarbij. Als zij vinden, al die mensen die daar zitten, dat het grootste probleem in de wereld op dit moment is misinformatie, desinformatie. Ja. Dan beschouw ik zoiets als Nero die gaat zingen in zijn paleis terwijl Rome brandt. Nou ja, maar op zich is het goed nieuws, want het overkoken van de aarde is blijkbaar nu minder belangrijk dan de informatie die daarover verspreid wordt. Dat staat natuurlijk op 2. 3, 4 en 5 of zo. Oh ja, ja. En de komende 10 jaar is dat het belangrijkste. Maar ja, en Van der Leyen heeft dat ook, hè? Haar reden ging ook onder andere over dit onderwerp. Ja, ja, ik vind het levensgevaarlijk. Ik vind het nog gevaarlijker dan de overdreven aandacht voor het klimaat of alle andere dingen waar ze mee bezig zijn geweest. Want daar kon je in ieder geval dan nog in redelijke vrijheid iets van vinden. Maar dit is echt het aanhalen van de duimschroeven op de vrije informatiegaring. Exact. En daar kunnen we niet voorzichtig genoeg mee zijn. Nou ja, het was ook wel weer hysterisch, hè, dat juist Rutte dan zich bezig moet houden met het vergroten van het vertrouwen. Terwijl hij in zijn eentje, in ieder geval in ons land, dat gewoon de nek om heeft gedraaid. Ja, maar goed, ik heb een analyse gemaakt. Misschien wel leuk om het toch nog even te lezen op mijn website. Ja. Omdat ik daar ook, en dat is ook fascinerend. Ik heb het op een rijtje gezet. Alleen, kijk, wat de grote partijen voor in de vorige eeuw waren, die alle groepen eigenlijk in de samenleving wel verbond, dat was zowel de Partij van de Arbeid als het CDA. Die hadden van alle lagen van de bevolking in hun partij. Ja. Nou, die partij haalde aan het eind van de jaren 80 met z'n tweeën 106 zetels. 106, hè, met z'n tweeën. Ja, niet meer voor te stellen, nee. Nou, dat is, dat was rond 2010 51. En dat is nu 18. En ja, wat dat eigenlijk, althans als je dan PvdA GroenLinks even door de helft neemt. Hè, en de CDA er 5. Dat laat zien dat partijen die verbinding brengen binnen hun partij. In alle lagen van de bevolking, van de kapper tot de CEO. Ja, ik bedoel, de Partij van de Arbeid was de intellectuelen en de arbeid, die zich druk maakten voor het lot van de arbeider. Ik zeg het nu even grof. Nou, ja, bij de conventionele was het, je was conventioneel, maar dan kon je zowel zakenman zijn als arbeider. Dus die dekte ook beide. Ja. Maar ja, dat is totaal weg. En, maar ja, is dat erg? Dat is toch niet erg dat er nu voor ieder groepje een partij is? Nee, wat ik met name zeg is, maar zij realiseren zich dat nog niet. Zij nee. lijken, ik bedoel, ik vind het ook zo interessant, dan heb je verkiezingen, in de aanloop naar verkiezingen, en dan krijg je in het verleden, waar met name de mensen die in debatten en op tv zagen, waren de mensen van partijen met 20, 30, 40 zetels. En ik zag, het CDA met 5 zetels. Ja, Laurens Dassen zag ik bijna iedere dag. Met 2 3 zetels. Ja, ja, 2 zelfs, toch? Volt. Ja, en bedenk even, dat is het formaat wat we vroeger, dat verbonden we aan de SGP. En die kwam ook eens in een maand langs. Over. Nou, de SGP kwam nooit langs in een talkshow, want die mochten ook geen tv kijken. En een partij met 2 zetels, die bestonden eigenlijk amper. Nee, nog even een vraag van Peter Mak aan jou, Maurice. Is een kabinet met vakministers nadelig voor Wilders en verzwakt dat niet hun positie in de onderhandelingen? Waarschijnlijk vanuit de gedachte dat zij die mensen helemaal niet hebben in hun gelederen. Ja, mijn gut feeling is, en volgens mij heb ik dat ook al een tijd geleden hebben gezegd, uiteindelijk zal dat de uitkomst worden. Rechtsom of linksom. Het wordt een uitkomst waarbij ze met vakministers werken. En mij ook niet zal verbazen als ze mensen meenemen van andere partijen dan deze 4. Te beginnen met Plasterk. Ja, maar je zou vuilbrieven ook kunnen voorstellen. Ja, ja. De enige D66er die we nog kunnen pruimen in een. Ja, de enige die Kuipers, straks ook nog over is. Kuipers hè? Hoeven we niet te denken, want die zit ergens anders.
Ja, nee, ik had natuurlijk met jou een klein weddenschapje lopen of de D66 de kerst zou halen. Nou, formeel wel, maar je hebt gewonnen hoor. Ik heb hem gewoon gewonnen, toch? Hè? Ja, precies. Ja, nog maar Kaag had aangekondigd dat ze wegging op kerstdag. Ja, precies. Dus ik telde dat toch als mijn overwinning. Ja, Martine Hafkamp zit ook bij ons in de comments en zegt: ik heb jaren op Twitter gezeten, maar ik ben ermee gestopt omdat men je het leven zuur maakt als je een andere mening hebt. Dit geldt zowel voor rechts als voor links. Ja, weet je wat het is? Ik bedoel, ik gebruik Twitter vooral als informatiebron. Ik volg 300-400 mensen die ik interessant vind, die mij ook wijzen op nieuwe studies of artikelen ergens op onderwerpen die ik interessant vind. Ik heb iets van 173.000 volgers. Als mensen mogen mij best tegenspreken enzovoort. En soms zitten er mensen tussen die echt zulke onzinopmerkingen maken of weet ik veel wat ze dan allemaal zeggen. Ja, die blokkeer ik dan. Dus ik hou mijn omgeving redelijk schoon. Niet dat ik wil juist tegenspraak, want daar kan ik ook nog van leren. Maar alleen als het onderbouwd is of als het redelijk is en niet als het maar iets uit de heup geschoten wordt. En dan kijk je en dan is het iemand met 18 volgers of zo. Dat kan ook een hele interessante persoon zijn, hè? Iemand met 18 volgers. Maar... Ja, maar goed, maar ik bedoel, als het iemand is die uit de heup schiet en ik kijk 18 volgers, dan sluit ik me. Dus ik zorg wel dat mijn omgeving redelijk schoon is en ja, ik kan ook wel tegen een stootje. Nou, precies. Dus zeggen overigens mensen dat ik veel harder ben dan jij. Dus ik heb mezelf ietsje teruggezet, maar heel veel meer terug kan ik niet. Want ik had mezelf al wat zachter gezegd. Ik zou er nog aan toe willen voegen, Martine, dat precies wat Maurice zegt. Ik haal er de dingen vandaan die voor mij belangrijk zijn. Iedereen die een grote bek heeft, die zet ik op blok. Ik heb geloof ik al 3000 mensen geblokt. Dus dat is het mooie van Twitter, dat je dat ook nog zelf kan regelen. En voor mij weegt nog steeds op dat het voor mij een prima platform is om aan mijn nieuws te komen en je mening te scherpen en met mensen in contact te komen waar je anders niet zo makkelijk in contact mee komt. Ja, maar wat ik wel steeds vaker zie is inderdaad, dat geldt aan allebei de kanten van het spectrum. Zodra je maar op 1% van de onderwerpen een andere mening hebt, er wordt een soort 100% loyaliteit van je geëist. Hè? Dus ik ben bijvoorbeeld op het hele migratiethema gewoon niet zo rechts. Ik woon ook in Den Haag, weet je. Het stikt hier van de mensen met andere achtergronden dan die van mij. Ik ben zelf een minderheid hier. Er wonen hier asielzoekers aan het eind van de straat. Ik heb er gewoon niet zo'n probleem mee. En dan word je al meteen uit de groep gegooid, hè, door een heleboel mensen. En dan denk ik, ja, ik bedoel, je mag ook nog toch gewoon een andere mening hebben over onderwerpen. Maar dat lijkt wel steeds. Mensen worden aan alle kanten van het spectrum steeds minder tolerant, heb ik het idee. Ja, met nog één extra opmerking. Wat ik, dat vind ik toch wel belangrijk om erbij te zeggen. Dat ik het gevoel heb dat door de klap die een deel van de bevolking heeft gekregen door de verkiezingsuitslag van 22 november, dat in het deel van het verwerkingsproces ook dit soort aspecten zijn van, en daarom begeef ik me niet meer op dit terrein of op enzovoorts. Omdat ze ook dan wat te veel naar hun zin geconfronteerd worden met een soort triomfalisme over de uitslag. Maar dat is ook zo. Het is voor Schimmelpennink natuurlijk echt niet meer leuk op Twitter nu. Met al die mensen zoals ik die de hele dag roepen, we hebben gewonnen. Dus dat zal inderdaad ook een aspect zijn. Ik weet je wat grappig ook nog was, het laatste? Ja? Dat ik zag dat Erik Smit, die was zelfs in Nieuwsuur, was hij van Twitter afgegaan. Ja. Maar Follow the Money, zijn gewoon nog op. Ja, nee, daarom. Het is zo hypocriet als de nee. Daar heb ik vorige week ook mijn Telegraaf-column over geschreven. Want nota bene, Nieuwsuur zelf is natuurlijk ook in de coronatijd bijvoorbeeld. Hè, toen ze dat toneelstukje hadden met die huisarts die zogenaamd een coronadode meldde. Maar ja, oplettende twitteraars kijken dan even in de statistieken. En er was gewoon niemand dood in dat dorpje. Dus het klopte gewoon niet. Dus als je keer op keer wordt terechtgewezen op Twitter en dan ga je er met je morele hoge paard ga je er vanaf. Ja, dan maak je jezelf natuurlijk ook een beetje belachelijk. Maar goed, wij moeten een beetje een eind eraan breiden, want we zouden maar een kwartiertje doen en volgende week zitten we weer een half uur te lullen. Zondagochtend om 11 uur, dus tussen WNL op zondag en Buitenhof, zijn wij er. Dan heb jij een kakelverse peiling en die gaan we dan eventjes helemaal afbellen. En dan hoop ik dat alle mensen die nu meegekeken hebben of nog terug gaan kijken, er zondagochtend ook weer bij zijn. Ja, tot zondag. Hartstikke leuk, tot dan. Dankjewel en dank voor het kijken allemaal.